We zijn hier vandaag bijeen voor het overlijden van onze vriend Edwin. En we gaan ervoor zorgen dat hij een mooi afscheid krijgt. Er is nogal een opkomst. Ja, je zal het zo meteen wel zien. En de rest volgt in Zaandam, bij het crematorium. Wat is er met Edwin gebeurd? Edwin is maandag overleden door een eenzijdig ongeluk. Hij heeft waarschijnlijk een hobbel in de weg niet kunnen zien, waardoor hij gelanceerd is. De macht over het stuur verloren is en links uitgeweken tegen een boom. Edwin was geen beginner. Nee man, hij was echt een ervaren rijder. Het verdriet is heel zwaar. Het pakt iedereen. Vandaar ook dat iedereen vandaag aanwezig is.
indrukwekkend. Ja, daar geen woorden voor. Met hoeveel motoren waren er? Pak een beetje, 100 motoren. Ja. Het was al indrukwekkend op de dijk, dat jullie verzamelden. En al die mensen in de loods. Ja, het laatste wat we voor hem kunnen doen. Voor een dierbare persoon voor ons. Dus. Wij hebben hele vriendschappelijke contacten met de Street Skills. En de jongen die overleden is, Edwin, die ken ik ook persoonlijk. Het is allemaal heel tragisch wat er gebeurd is. En op deze manier is het natuurlijk heel mooi om iemand een laatste eer te bewijzen. Is er geen emotie? Ja, best wel. Ja, zeker. Ja. Waar reed je in de stoet? Middenin, zeg maar. Dus de eigen club rijdt altijd voorop. En andere clubs die rijden dan en, zeg maar achter. Dus dat is een beetje gewoond in de motorwereld. Allemaal met een fakkel? Ja, allemaal met een fakkel. Ja, zeker. Ik zag helemaal niks. Nee. Het was één grote duisternis. Ja. Dus heel mooi hier vertoond.